Hallo iedereen en welkom bij alweer een nieuwe aflevering in mijn Let's Play. Nou, vandaag weer een speciale dag. Vandaag gaan we tegen de Wither vechten. Vandaag is het zover. Ik heb de skulls verzameld. Het heeft me ook heel lange tijd geduurd. Dit zijn de blaze rods die ik daar heb verzameld. De botten en het kool van de Wither zelf. Dus ik heb echt behoorlijk lang gevochten. Je ziet het ook aan mijn levels, 57. Ik had van tevoren was ik naar de XP fabriek geweest en heb ik een boog geenchant, maar die heb ik bijna niet gebruikt. En ja, ik had het eigenlijk gefilmd, maar na een half uurtje dacht ik van ja, ik ga het toch niet filmen, want het heeft echt bijna een halve dag geduurd en dat kon mijn computer gewoon niet aan om zoveel beelden op te slaan. Aangezien 2 minuten al 4 gig zijn, is dat echt niet te doen. Maar, wat ga ik nu doen? Ik ga nu even een nieuw zwaard enchanten, want ik wil een sharpness zwaard hebben. Waarom wil ik dat? Omdat... Dat ik de Wither met mijn zwaard wil verslaan en niet met een boog. Ik ga de techniek doen om het makkelijk te halen en dat is tegen hem vechten in een grot. Het is misschien een beetje cheaty voor sommige mensen, maar ja. Blaze rods, nu ook genoeg. Oeh, wie. Tranen, ja, ik moet wel nog een potion of regeneration maken, of regeneration potion, of hoe heet het ook. Zo. Zo. En dan die, en dan zo. Ja. Glowstone. Effect versterken. Netherwort. Dat glowstone. 2 magma creams gevonden. Dat is niet veel. Ik heb ook niet veel magma cubes gevonden. Wacht. 1, 2, 3. Die boog heb ik dus niet meer gebruikt. Ik moet hem niet. Flame 1. Wat is dat nou? Oké. Even de oven. Ja, beste harnas heb ik niet. Ik ga het trouwens even uitdoen en even mijn diamanten harnas aantrekken. Zekerheid. Ik weet niet wat voor protection ik daar allemaal op had. Dat zal we wel zien. Niks, niks, niks en niks. Dat is niet veel, niks. Dan ga ik dat ook nog even enchanten. Heb ik alles. Levensdrankjes, dit worden regeneration potions. Potion of strength. Dat nog. Daar heb ik er maar eentje van nodig. Nog een netherwoordje. Blaze powder gaf je strength, geloof ik. En nog een glowstone. Zo, dan gaan we even brouwen. Even enchanten. En dan gaan we een leuke plek zoeken om de Wither te kunnen verslaan. Oh. Zeg niet dat het weer zo'n zombie-invasie is. Dan trek ik even mijn harnas aan. Ja, sorry mensen. Net toen ik hier boven de trap op kwam, toen liep hij helemaal vast. Dus ik heb even alles opnieuw moeten starten. Je ziet het, hij is alles weer opnieuw aan het inladen.
En we gaan weer verder waar we gestopt waren. Ja, dat doet hij tegenwoordig wel. Dat als ik hier wakker word, dat ik half in het glas sta. Maakt ook niet uit. Het is geen ramp. Ja, verbrand jij maar. Ga je vriendjes maar halen. Verbranden die ook allemaal. Zo, gaan we even brouwen. Power 4 tussen je ogen. Serieus? Je leefde nog na een schot van een Power 4. Ik heb zelfs een paar blazers gedood met één schot van Power 4. Oh well. Die mogen wel weg, zoveel zal ik er niet nodig hebben. Zo, en dan leggen we de rest hier al in klaar. Die hebben we eigenlijk ook allemaal niet nodig. 1, 2, eentje van elk is genoeg. Oké, dan gaan we even enchanten. Dan komen we terug om het andere drankje te maken. En dan gaan we een leuke plek zoeken om te vechten. Afsluiten, want ik vertrouw het niet met die open ingang hier. Stel dat er een creeper aankomt, boom, wegboeken. Zwaard. Bane of... Oh nee, dat meen je niet. Oh, dat meen je niet. Alweer. Dit vind ik gewoon... Nee, nee, hier ben ik niet blij mee. Oké, volgende. Wie is nu weer de gelukkige? Ik niet. Thorns, dat is oké. Blast protection, dat is ook oké voor de wither, maar niet echt geweldig. Respiration. Ik had liever aqua affinity. Wat heb ik nog? 4. Protection 1. Nou, vooruit dan maar. Nee, daar ben ik niet blij mee. Lijkt wel sinds 1.5 dat de enchantments ook een stuk... Ja, hoe moet ik het zeggen? Moeilijker, vervelender. Ik heb niet meer zoveel geluk met enchantments als vroeger. Laat ik het zo zeggen. Het drankje zal wel klaar zijn. Regeneration 2. Netherwater erin. Dat erin. Dat erin. En dan kunnen we beginnen. Zo. Zo. En zo. Nee. Dat gaan we niet doen, nee. Dat zou wel heel erg dom zijn. Jetata. Awkward potion. Raar drankje. Oh. Ik had mijn strength potions had ik hier al. Dan ben ik ze nog met de hand aan het maken. Dus even kijken of er ook iets in zit. De achterste die gaat naar boven. Nee, daar zit toch niks in. Ja. Strength 2. Plus 260% attack damage. Dus dan gaan we die twee gaan we al meteen opdrinken. Deze gaan we bewaren voor als het gevecht te heftig wordt. Ik denk dat we wel alles hebben. Laten we eens een widdertje gaan verslaan.
Oeh jee. Dan gaan we een grot zoeken. Eens kijken in die grot bij mij thuis daar. Ik weet eigenlijk niet meer of ik er al in ben geweest. Het is al een tijdje geleden dat ik nog gecaved heb. We gaan eens kijken. Oh ja, diep genoeg die grot. Niet dus. Ja, waar is hier nog een grot? Oh ja, ik weet het al. Moet ik wel een stukje lopen. Zal vast wel een grot dichterbij zijn. Maar dan moet ik erna gaan zoeken. En ik weet dat daar een grot is. Waar ik de XP-fabriek heb gemaakt. Dat is de eerste grot die ik ook heb verkend. Daar is het al. We hebben een mooie lelijke toren. Oh, hebben we hier ook? Ja, hier hebben we ook een grot. Een onverkende grot. Ja, ik kan het niet laten, mensen. Ik kan het niet laten. Ik moet gewoon even minen. Oh, creeper. Hallo. Al krijg ik nu wel een beetje de kriebels als ik moet gaan minen. Vanwege die nieuwe zombies. Volgens mij is niemand terecht. Ja, oké. Ik ben niet blij ermee. Dat zou ik niet meteen zeggen, maar. Er zullen vast ook mensen zijn, net zoals ik, die ze een stuk irritanter vinden nu. Ben of waterpot 4 in your face. Power 4 tussen je ogen. Deed hij zichzelf nu pijn? Zag ik dat goed? Schoot hij nu een stuk achteruit toen hij op mij schoot? Nee? Ja? Ik weet het niet. Oké. Even dat ijzer meenemen. Deze kamer? Denk ik niet. Die is veel te groot. Als die opblaast en dan hier als een gek in het rond gaat schieten. Dan ben ik het haasje. Die kant ga ik niet op. Dan gaan we hier verder zoeken. Oh ja, dit ziet er goed uit. Deze gang is precies goed. Die creepers niet. Zo. En ik denk dat we hier gaan vechten. Zo. Die ook nog even verzamelen. Voordat ze kapot geschoten worden. Extra fakkels, aangezien die toch de helft gaat opblazen. Ik weet niet of
dit gaat helpen. Oké, let's do it. Eten. Drankjes. Check. Wapens. Check. Bouwmateriaal. Check. Alles georganiseerd. Check. Strength en regeneration. Hoe lang duurt die? 22 seconden. Oh, daar had ik beter toch wat meer van gemaakt. Nou, ik ga het gewoon proberen. Ga ik dood? Heel jammer dan. Oké. Hoe? Here we go. 1, 2. Hoe lang duurt die? 1 minuut 30, 22 seconden. Nou, dan ga ik eerst de strength doen. Showtime! En je hebt een beetje een goed zwaard, alhoewel het een binnen- of achterpad zwaard is. Nog hier even wat verder geven. Dan is het zo gepiept. Misschien ga ik er nog wel eens eentje doen. Die ga ik dan buiten tegenvechten. Ga ik de woestijn in of zo en dan vechten tegen een fatsoenlijke wedder. Ja, deze was het ook wel, alleen ik heb een beetje gecheat. Maar eigenlijk niet, ik heb hem gewoon opgestoken, ik heb gewoon slim gevochten. Maar ja, het was ook snel voorbij. Het was eigenlijk voorbij voordat het begonnen was. Ja, nu kunnen we wel een beacon maken. Als ik nog weet hoe, volgens mij heb ik dan wat obsidian nodig. Dat wil ik ook best wel even gaan verzamelen. Verzamel ik eigenlijk de kool? Geen idee. Ik heb toch veel te veel kool. Dat ga ik nooit op kunnen maken. We gaan eens terug thuis kijken. Ik kan hier zo'n nachtje slapen hier in de grot. Dat is lekker slim. Waar zijn de monsters? Waar dan? Zitten die hier boven me? Wow, hallo. Mag ik nu slapen? Ja, haha. Oké, fijn dat de creeper zich even kwam aanmelden. Is er nog iemand hier? Ja, aanwezig. Oké. Tjaka. Een eitje. Kijk, zie je zombie. Ik heb een eitje voor je. Ja, dat is een zombie aanval. En ze zijn allemaal weer verdwenen. Ja, heb ik mijn ster. Een Witherstar.
Yeah. Ja, de dorp, dat moet ik ook nog altijd eens opblazen. Dus een keertje wat buskruid gaan verzamelen. En dan op strategische wijze allemaal redstone en TNT leggen en het hele dorp naar de knoppen blazen. Obsidian. Obsidian had ik nodig. Misschien wat water, ik weet niet. We zullen wel zien. Volgens mij is mijn karretje weer aan het glitchen. Oh nee. Toch niet. Daar gaan we. Bommetje. Nog zoeken naar de obsidian. Bingo. Ik heb misschien beter mijn efficiency meegenomen. Nou, maakt niet uit. Ik zal het wel even doordraaien. Ik geloof toch dat ik het recept nog weet. Ik durf het niet heel eerlijk te zeggen. Dus vergeef me als het niet meteen lukt en ik het moet gaan opzoeken. Ja, die whittle was eigenlijk echt veel te makkelijk. Deze kamer gemaakt, ik weet het niet. Zoveel zit ik hier toch niet. Er ligt ook niks aan de ovens. Ik kan onderweg gerust even wat eten. Glas moeten we dan geloof ik hebben. En blokken natuurlijk, liefst ijzer, dat is het goedkoopste. Moet ik wel nog even kijken hoeveel ijzer ik heb, want ik heb lang niet genoeg om een hele piramide te bouwen. Dan moet ik echt nog even de mijnen. Glas. Heb ik glas? Ik heb glas. 1, 2, 3, 4, 5 geloof ik. Dat is het denk ik. Ik heb eigenlijk ook nog nooit een beacon gemaakt, dus het is nu puur op gevoel. Yep. En we hebben een baken. Nou, eens kijken hoeveel blokken ik hier moet maken. Laten we beginnen met 9. Ja, 9. Wat? 9? Serieus? Oh. Dat zijn flink wat ijzeren blokken. En dat is nog maar de eerste laag. Oké. Nou, daar ga ik het dus voorlopig ook nog even bij laten. Jongen, jongen, dat is wel erg duur. Waar moet ik het zetten? Waar moet ik hem zetten? Dat is ook nog zo'n vraag.
Kijken hoe we van bouwblokken van de stenen hebben. Oeh yeah. Gewone misschien. Wat mossie. En dan gaan we eens kijken wat we daarmee kunnen doen. Niks extreem groots maken, gewoon een klein tempelachtig tempeltje. Yeah, beacon shining high in the sky. Oh ja, daar heb ik nog iets nodig om het te activeren. En wat krijg ik dan? Speed. Speed ga ik doen, dat ik hier snel over mijn terrein kan rondlopen. Dit heb ik dus niet van tevoren uitgedacht, dus nu ga ik helemaal op gevoel improviseren. Ik heb ook beperkte middelen, dus het gaat niks gigantisch worden. Zoals ik al heb gezegd. Misschien dit aan de binnenkant. Ga ik genoeg hebben? Dat weet ik niet. Waarschijnlijk niet. De hoeken eruit laten. Dan zo en zo. Ik heb laatst, laatst deze week was het eigenlijk, heb ik dat springfilmpje van mij geüpload. Het filmpje 2013 so far. Ja, dat is al even geleden, ik weet het, maar dat heb ik dus gisteren geüpload. In real time.
is ook al geliked, dus dat vind ik eigenlijk best wel leuk. Dat is mijn andere bezigheid. Dan doe ik eigenlijk zelfs nog net iets liever dan Minecraft. Maar ja, het kost ook een beetje meer. Maar dat maakt niet uit, want ik heb er de grootste lol mee. Mensen die mijn overlevingsgids al hebben gekeken, die kunnen mij waarschijnlijk dan ook herkennen in het filmpje. Aangezien ik hetzelfde aan heb als mijn skin die ik had in het begin. In het begin van deze serie had ik die trouwens ook nog. Waarom niet? Als ze toch overal aan het werk zijn, anders wordt het toch een te korte aflevering. Ja, achievement get. Ik heb ook nog geen werktafel gemaakt. Dat zie je ook hier en al die dingen. Dat ik nog nooit een werktafel heb gebruikt. Zo. Ja, het wordt echt maar een goedkoop piramidetje. Niet veel bijzonders aan, maar ik had ook niks uitgewerkt en dan ga ik het niet te groot maken, want als het dan niet uitziet, dan is het ook veel te veel werk om het allemaal weer af te breken. Ik kan natuurlijk altijd dan opblazen, maar dan heb ik niks meer aan die spullen. Die niet. Ja, dan ziet het er van binnen maar uit zoals een kerker. Daar kan ik mee leven. Dan dit misschien. Slabs maken. Misschien. Hier ben ik wat vergeten. Zo. Ja, ik heb geen idee hoe dit eruit gaat zien als het af is. Denk maar gewoon van, oh, als ik dat blokje daar doe, nou, dan doe ik dat en dan ga ik er mee rondom. Dan doe ik dat blokje daar, dan kan ik dat ook proberen. Maar echt een plan? Nee, dat heb ik niet.
Zo. Dat misschien nog. En voorspelling. Hoe ziet dat er van buiten uit? Like crap. Maar het moet maar. Dus mensen, laat even duidelijk zijn, hier ben ik ook niet echt tevreden mee. Maar ja, ik moet toch ergens mijn baken neerzetten. Dus, dan maar hier. Als ik het bij mijn huis had gezet, dat had er ook zo raar uitgezien. Hier nog eens. Oh, mensen, mensen, mensen. Gaat dit er mooi uitzien? Nee, dat denk ik niet. Ik ga het waarschijnlijk dan ook nog eens een keertje veranderen als ik een beter idee heb. Het is niet dat ik hier ook elke keer naar binnen hoef. Maar toch. Niet genoeg. En nu zeker niet. Of zou ik die laten? Ja, dat kan ik doen. Oké, die en die en die. Moet ik nog wat slaaps hebben. Hoeveel heb ik er nodig? Die sowieso wel. Ik geloof 4 stapels. Of 4 rijtjes. Zo. Mensen, hier zullen we het mee moeten doen. Het is niet mooi, maar het moet maar. Nou, het valt eigenlijk nog best wel mee. Zo. Een beetje licht. Ja, het valt eigenlijk nog best wel mee.
hier nog wat licht. Ik weet niet of iemand dat zal zien. Zeg, waar blijft de muziek eigenlijk? Nou, oh, volgens mij nog niet gehoord. Wauw, wat mooi. Nee, eigenlijk niet, maar ja. Nou, het valt eigenlijk wel mee. Het is niet zo slecht. Het is niet geweldig, maar het is ook niet slecht. Ja, zo zou je het kunnen noemen. Niet geweldig, maar ook niet slecht. Oké, dat steekt er te hoog uit, maar als je ervoor staat, dan valt het wel mee. Misschien doe ik het nog eentje lager, dat weet ik niet. Maar voor nu ga ik naar bed. Zo. Nachtje slapen. Ik wou dat ik mijn harnas nu weer uit kon doen, maar daar heb ik niet genoeg plaats voor. Dus voor deze ene keer zeg ik jullie maar op deze manier. Wel met een diamanten harnas deze keer. Tot de volgende.